Hallo, mijn naam is Laura Govaerts. Onlangs werd ik 24 jaar. Put your pinky rings up. En ik kreeg voor mijn verjaardag 100 kilogram zand. 14 uur eerder. Ui, serieus? Ik ja! Ik heb een klein pakje gekregen. Mag het openen? Oh my god! Dat is gewoon een hoop zand. Moet ik daar nu echt in graven? Nu niet, hè? Waarom nu niet? Wel, wat werk is dat 100 kilo zand? Dat meen jij niet! Ah! Wat moet ik daarmee? 14 uur later. Oh my fucking god! Ja! Ik heb 9 instructies gekregen. Dus ik dacht, ik ga naar een professionele gereedschapswinkel. En ik ga beginnen zeven, jongens! Oké, let's go! Oh. Ik ga er gewoon één voor één in zakjes doen. Ik ben in zak gezet, jongens. Deze is de tweede zak. Bunny in blot. Wow, 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 ik voel iets. Oh my god! Dat is toch geen dode puppy, hè? Dat is gewoon een stukje karton. Dank u. Oké, alle stukjes geschimmeld karton. Allee, het is niet beschimmeld hoor. Het is gewoon vies. Ze gaan in dit zakje. Kijk hoe ver we al zitten. Dit is de dooscam. Ik krijg een beetje dubbele bodem vibes. Oh my god. Is het dubbele bodem? Oh my god. Ik ga de dubbele bodem eruit halen. Als dat geen fucking nip van bodem is, hè? Waar is mijn laag? Ik maak het kapot! Can I get that Trone? Can I get that Remy? Can I get that Coke? Can I get that Henny? Can I get that Margarita on a rock rock box? Can I get salt all around that rum 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 rum? Oké, dus ik had gelijk, het is een dubbele bodem, maar er zit niks onder. Staat er iets aan de onderkant? Nee. Niks! Jawel! Ah, nee. Het is tijd om te kieperen! Laat jullie horen, zandkorreltjes! Hopla! Zou ik de verpakking eraf halen? Te laat! Ja, dat is de doos van onze vuilnisbak. Ah! Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga hem bellen. Hallo. Hallo, help me. De doos is zo goed als kapot. Geef me dan tenminste een hint. In principe moest er niks kapot doen. Dat is een hint. Moest ik er 100 kilo zand uithalen? Dus het heeft te maken met de bovenkant dan, want aan de onderkant daar zit al dat zand. Misschien, denk even goed na hoe dat de doos stond en waar dat in kan zitten. Oké, tot ze beter. Tot ze beter. Tada. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zit in de doos. Ik ga gewoon in de doos kruipen, jongens. En dan ben ik mijn eigen cadeautje. Het heeft te maken met de bovenkant van de doos. Oh my god! Ik heb het gevonden! Yeah! En hier is er nog een! Het is een cadeaubon voor een wellnessweekend. Dankjewel, lieve schatje. Hoe goed dat ik in die doos ga zitten, dat vind ik. Dus het zat hierin. En dan zat dat gewoon... hierin. En je ziet dat niet! Je ziet dat niet! Dat is het tweede cadeau. Oh, 2 cadeaus en 100 kilo zand. Oh, we gaan lekker eten. Oh, dankjewel, lieve schat. Oké, dat was het. Bedankt voor het kijken. En ik ga sowieso nog video's posten, want ik vind YouTube leuk. Dus vergeet niet te abonneren. Maar ik zie jullie een volgende keer. Salut!